In 1988 kwamen de eerste 64 honderden voor NS op het Nederlandse spoor. In 2003 verscheen de eerste op het Barendrechtse spoor van de Maasoeverspoorweg. Maar dan in het klein. Een kilometer lang is het tracé van de Maasoeverspoorweg. Van april tot en met oktober rijdt deze modelbouwvereniging over het kleine spoortje in het recreatiegebied de Oude Maas. Een mooie spoorlijn met diverse items waardoor het net echt lijkt. De treinen komen seinen tegen, een tunnel en gaan zelfs over een brug. Nou, buiten de treinen maken we de hele infrastructuur, het spoor, de beveiliging langs het spoor. Alles wordt door de leden eigenlijk zelf gemaakt. Alles wat je ziet, ook de gebouwen. We zijn in zo'n vereniging als dit zie je dat er eigenlijk van alle disciplines wel een paar leden zijn. Dus je hebt mensen die zijn goed in timmeren, de anderen in metaal bewerken en lassen. Eigenlijk kunnen we het meeste in eigen huis realiseren. Dat is natuurlijk zeer prettig en wenselijk. Ja. Van 1998 tot 2003 bouwde Gert aan de eerste 6400 locomotief. Toen ben ik aan het ontwerp begonnen van de 6400. Die reden inmiddels al rond in Nederland. En bij mijn vorige werkgever heb ik daar lekker wat maten op kunnen nemen in de avonturen. En dan kroop ik onder zo'n locomotief met een rolmaat om het een en ander op te meten. En ik werk bij een machinefabriek, dus daar kon ik lekker mijn gang gaan. En zo voor lieverlee is die gele locomotief tevoorschijn gekomen. Het is in principe een kopie van de kleine, maar dan echt op schaal. Dus het is een diesel aangedreven locomotief, dus een dieselmotor met een dynamo. Elektromotoren in de draaistellen en met frequentieregelaars aangedreven. Dus dat heeft deze ook. Dus alles wat die grote kan, dat kan deze ook. Het is een industriemotor die wij bij ons bedrijf ook gebruikten in aangedreven voertuigen. Dus ik was heel erg bekend met de techniek. En die dingen zijn gewoon te koop bij de groothandel. En met die techniek die wij op de fabriek gebruikten, ja, daar kon ik hier ook in toepassen. En je ziet het rijdt geweldig. Ja, dus ik ben met die gele begonnen, die was klaar. En toen zijn we aan die rode begonnen, daar heb ik de benedenbouw van gedaan. En de club de bovenbouw, zoals ik al zei. En die blauwe, die is van een van de leden. Die heeft hem zelf gemaakt op het elektrische gedeelte na, dat heb ik voor hem gedaan. Ja, dat was mijn expertise. Naast locomotieven zijn er natuurlijk ook een aantal stammen met rijtuigen voor de mensen die een rondje mee willen rijden. Tegenwoordig krijgen deze rijtuigen kleuren die gebaseerd zijn op kleurstellingen van de echte NS-treinen. Zoals turquoise van de getrokken treinen in de jaren 50 en het donkerblauw met diagonale reclamebanen. Daarnaast is er bij deze club een grote collectie aan prachtige modellen te vinden.
de modelbouwvereniging Hoekse Waard, waar we onze oorsprong vinden uit Beierland. Die is in 1982 opgericht als een clubje modelbouwers die bij elkaar komt om een mooi werk aan elkaar te tonen en te bewonderen. Begin jaren 90 is het natuur- en recreatieschap IJsselmonde naar de modelbouwvereniging Hoekse Waard gekomen met de vraag of wij er iets in zagen, een plan om een recreatieterrein in dit gebied te gaan exploiteren, opbouwen en runnen. Nou, daar is op ingegaan. Dat zagen we destijds meer dan zitten. En zo is er dus in het begin jaren 90 ongelooflijk hard gewerkt door een ploeg om het spoor neer te leggen, de eerste treinen te bouwen. De V200 is onze eerste diesel clublocomotief. In 1992 is dan daadwerkelijk de eerste reizigerstrein ook vertrokken, zal ik maar zeggen. Dus sinds die tijd, dat is alweer bijna 30 jaar, zijn we hier actief. Ja, het spoor heeft ook onderhoud nodig, hoe groot of hoe klein het ook is. Dus ja, we doen natuurlijk, we hebben een werktrein die staat standaard gereed met alle benodigde gereedschappen, lasapparatuur, ballastmateriaal enzovoort enzovoort. Daarnaast hebben we ook nog goederen sierwagens, dus daar rijden ook wel eens gewoon model goederentreinen rond. Daar kunnen dan natuurlijk geen reizigers mee, maar dat is puur voor de show dan. Dat geeft ook wel een leuke aanvulling op het geheel. De spoorbreedte die we hier hanteren, dus de grote modellen die rijden op 7,25 inch. En dan hebben we ook nog een kleinere spoorbreedte in de baan liggen van 5 inch. Dat zijn, zoals het al doet vermoeden, de inchmaten komen de maatvoering uit Engeland. Daar is de hobby al van ver voor de Tweede Wereldoorlog in gang gezet, zal ik maar zeggen. En nou, dat is ook overgewaaid naar het vasteland. Normaal spoor omgerekend zit je dan ongeveer op 7,25 inch op een schaal van 1 op 8. Nou ja, we zeggen altijd in eerste instantie rijden we de treinen voor onszelf. Omdat het onze hobby is. Maar ja, het is natuurlijk ook het rijden voor het publiek wat hier in het recreatiegebied rondloopt. Kinderen, volwassenen ook net zo goed.